Face off! Welkom alweer bij een nieuwe Face-off. Ik ben hier met Murat Aygun en met Fabio Quasi. En jongens, hoe gaat het ermee? Hij gaat prima. Ja. Perfect. Oké, ik zie, jij ziet er best wel rustig uit. Jij bent wel iets meer opgehyped. Ja. Wat gaat er gebeuren? Wie gaat er winnen? Ja, ik zit er rustig bij. Ik weet niet, ik krijg het niet echt warm of ik krijg geen gevoelens bij als ik naar hem kijk. Bro, hij zegt gewoon eigenlijk, hij neemt jou niet serieus. Hij neemt mij zeker serieus. Dat is één ding wat zeker is. Ja. Ja, hij neemt mij zeker serieus. Dat zie ik wel aan zijn gezicht hoor. Sowieso. Hij kan maar rustig blijven hier zitten en zo. Maar, dus je ziet ergens angst in zijn ogen? Ja, sowieso heeft hij angst in zijn ogen. Oké, okay, jullie hebben allebei topconditie, allemaal? Ik wel in ieder geval. Klinkt een beetje als hij weet niet van jou. Nee, hij weet wel een beetje natuurlijk. Ja, had hij niet gedaan. En als het niet aan conditie ligt, heb ik gewonnen. 100% gewonnen. Oké. Okay, ik ga harder hoofd, ik sla harder. Ja. Yo, kijk. We gaan kickboksen. Ja. Jij kan alleen hard slaan en me zo raken. Ja. Ik ben een betere kickbokser. En ik vind dat jij mij niet pijn kan doen. Oké, prima. Ja, maar je gaat niet winnen. Sowieso. Wat jij wil. Okay, maar je gaat hem knock-out slaan. We gaan het zien. We moeten niet te groot praten, maar ik ga sowieso winnen. Daar kan ik wel groot over praten. Oké, wel. Ja. Als je me niet knock-out slaat, dan ga je niet winnen. Dat sowieso. We gaan het zien, vriend. Okay. Je gaat echt jouw work rate, mijn tempo die ik kan zetten. Die ga ik niet aan denken? Nee, die tuurlijk niet. Oké, dan sla ik in de coach, vriend. Ja, doe maar. Dat komt goed. Nu zeg je dat hier nog altijd. Dan ga ik ervoor. Oké. Sowieso. Ja, als je daar niet voor was zou gaan, dan ben je wel echt heel dom. Nee. Geloof mij, ook met punten ga ik winnen van jou. Als het aan punten gaat liggen, ga ik ook winnen van jou. Het maakt niet uit wat er gebeurt, hij wint gewoon. Vriend, ik ben ongeslagen, ik blijf ongeslagen. Daar ga jij helemaal niks aan veranderen. Wat is je record? 8-0. 11. Oké, en dan was ook 4 wereldkampioenschappen. Ik was voor 20 ongeslagen, jongen. Iedereen hier ook, het eerste teamwedstrijd hebben ze allemaal gewonnen. Oké, okay. Dus dat is echt niet was ook super saiyan. Maar die was ook geslagen. Nee, ik ben nog geen super saiyan. Ja, dat is niet bijzonder. Ik zit nu wel met 11 partijen in de business, snap je? Ja, oké, maar dat is niet bijzonder dat je een team dat vind jij niet bijzonder, hè? Dat vind de meeste bijzonder en jij niet. Ja, dat vind ik normaal. Is echt niet bijzonder. Dat je dat niet vindt, vind ik normaal. Maar vind je gewoon team niet bijzonder of ook de tegenstanders die je hebt? Nee, het is gewoon van, als je zeg maar kickboxer bent en je gaat goed, dan win je de eerste paar partijen. Maar ik zal maar zeggen, ik ook eerst 18, 19 wedstrijden heb ik gewonnen zonder te verliezen. Het is ook allemaal niet zo bijzonder. Ik bedoel, ik denk dat je wel veel kickboxers kan vinden die eerste 10, 11, 12, 13 wedstrijden hebben gewonnen. Met de tegenstander waar ik van heb gewonnen natuurlijk, ja. Okay, maar je hebt dus 11 wedstrijden ongeslagen? Ongeslagen, bro. Want daar ben je trots op? Ik denk dat en hij zegt gewoon, wat je hebt gedaan is niks. Dat zegt hij. Maar ja, dat zegt een andere niet hoor, maar dat zegt hij omdat hij niet voor mij staat. Hij kan niet anders zeggen nu. En nu nog een winst erbij? Ja, sowieso, 100%. 100%. Hey jongens, zijn jullie een beetje ready ervoor? Sowieso. Ja, ik denk dat het gewoon moet bewijzen in de wedstrijd, man. Ik denk dat we daar gewoon gaan zien. Of jij gaat winnen. En dan gaan we daar gewoon zien, man. Dus ik zeg jongens, let's go.